I think architecture is not open enough. The fish cannot see the water. We need something outside to help us to see what is the problem. Onze echo chamber die gaat tot de jaren 60. In ieder geval, dat is een hele duidelijke echo chamber. Architectuur was bijna elite beroep of was echt als kunstuiting. I think the debate about architecture should be as open as possible. What I expect is to learn a lot from foreign people. Have a different intercultural experiences. Especially because this topic is eco chamber, so maybe learn about more ecostatic things. To meet new people, new ideas. You need the students to fight the system. That's a basic skill they should have. That will really be helpful for the future. From that time on, in the CERN was organized each 2 years in Delft. Hey, betrokkenheid is ook iets wat je creëert. Dus je kan op elke plek kun je betrokkenheid creëren. Banden legt met de plek, dus niet alleen door om visueel te begrijpen of ruimtelijk te begrijpen, maar ook te begrijpen wie erin acteren, met de juiste mensen te gaan praten. Ik maak dagelijks mee dat architecten zeer zeker niet machtig zijn en dat er meer dingen mislukken dan lukken. Dat is een realiteit, dus de enige manier om door te gaan is een dosis humor, omdat je anders denk ik voor je 40ste wel goed chagrijnig bent. Doing architecture, it should be in more holistic view, so it's related with the nature, the environment of course, but also about the social things, about the skill set and the wealthiness of the people. And I try to use architecture as tools to uplift their people's life also. Wat we altijd heel fijn vonden, dat je ook gewoon en kan nadenken. Dus we houden ook echt van filosofie en gewoon hele grote gedachtes. Maar tegelijkertijd van oké, hoe kun je dingen ook maken? En elke keer die koppeling. As an architect, we have to learn from many different places, from many different people, from many different nations, and to understand about what is the best option that we could take to make the life of the future of the people. We cannot divide people anymore. I think how the survival of our planet should be given the best chance for it.